Hallo, welkom bij een nieuwe videoles van Voor Bertha. Ik ben Jan Willem en dit keer gaan we kijken naar cirkelbanen en elektronen of andere geladen deeltjes die door magneetvelden heen gaan. Ik heb hier al een magneetveld getekend met daarop een geladen deeltje. En het eerste wat we hier natuurlijk bij moeten doen is gaan kijken van staat er een Lorentzkracht op? Dat is volgens mij vrij duidelijk. We hebben namelijk een magneetveld en we hebben een geladen deeltje. Dus we kunnen meteen zeggen, het elektron gaat naar links. Dus de stroom gaat naar rechts. Verder staat het magneetveld het bord in. Dus dan kun je al zeggen van, ik heb stroom hier naartoe. Magneetveld staat het bord in. Dan heb ik automatisch dat de kracht, de Lorentzkracht, omlaag moet staan. Dus ik heb op dit punt een Lorentzkracht. Maar als die Lorentzkracht op dat punt omlaag staat, dan wordt het deeltje natuurlijk opzij getrokken, waardoor het, omdat het al een voorwaartse snelheid had, iets later op een andere locatie is. En volgens mij is mijn rondje niet helemaal doorgekomen op mijn tekening. Dus iets later zal het deeltje hier zijn, met dezelfde snelheid, maar in een andere richting. En dan hebben we weer hetzelfde verhaal, namelijk de stroom staat nu schuin omhoog. Het magneetveld staat nog steeds het bord in, dus de Lorentzkracht is weer... zou ik het zwart tekenen? De Lorentzkracht is dus weer naar het midden toegericht en weer even groot. En als ik dat een aantal keren doe, dan krijg ik dus dat deeltje, zolang het in het magneetveld zit, heel de tijd in een bocht wordt getrokken. En als we een deeltje of een massa hebben die in een bocht wordt getrokken, dan kunnen we daar meteen bij zeggen, dan heb ik een middelpunt zoekende kracht. En die middelpunt zoekende kracht is gelijk aan de elektrische kracht. Nou, voor de elektrische kracht kennen we natuurlijk al de formule BQV. En die moet gelijk zijn aan... Ik zoek hem heel even op, want ik vergeet om een of andere reden altijd het kwadraat. En nu ik weet dat ik het kwadraat vergeet, schrijf ik hem altijd een keer te veel in. Dus dan gaan we op zoek naar de juiste tabel. Middelpunt zoekende kracht. Ik weet het, het lijkt heel apart, maar een binas heb je er altijd voor nodig. Is altijd heel fijn. Waar zit die? Waar zit die? Waar zit die? Dit is echt... apart en vervelend. Waar sta je? Leuk is, deze video's worden allemaal in één shot genomen. Dus ik kan deze heel erg suffe zoektocht naar de middelpunt zoekende kracht, wat... FMPZ? Ja, MV kwadraat gedeeld door R, toch? M dan V kwadraat gedeeld door R, ja. Nou, kijk, hup, daarvoor heb ik hier andere mensen. Is M keer V kwadraat gedeeld door R. Dus ik heb nu een totaalformule waarmee ik iets kan zeggen over de cirkelbaan. Alleen, deze formule kan ik ook omschrijven. Of daar kan ik nog wat leuke dingen mee doen. Er staat bijvoorbeeld hier een V die ik twee keer zie staan. En dan kun je allerlei leuke, snelle regeltjes erop toepassen. Zodat je nu al kunt zeggen M keer V gedeeld door R is gelijk aan B keer Q. Waardoor je uiteindelijk op de geweldige standaardformule uitkomt. De cirkelbaan heeft een radius van M keer V gedeeld door B keer Q. En
Zo kun je dus heel snel de radius van een cirkelbaan berekenen. Zo kun je heel snel andere leuke dingen doen. Het enige belangrijke hierbij is dat je gewoon in je Binance snel kunt zoeken. Dat je de formules eigenlijk bij voorkeur uit je hoofd weet. Dat je niet gaat twijfelen, want ja, iedereen hoort het weten dat het mv kwadraat gedeeld door r is. Ik vraag me ook af waarom het eventjes me volledig ontschoten was. Maar hiermee is te werken. Let heel even op massa in kilogrammen. Dus als we een elektron hebben, dan mag je wat gaan omrekenen. Snelheid in meter per seconde. Veldsterkte in tesla. En q in coulomb. En dus niet in atomaire of in elementaire ladingskwanta. Goed, ik ben Willem van voorberta.nl. Ik twijfel nog even of ik deze video ga publiceren. Ik denk het wel. Want zo zie je ook maar eens dat natuurkunde niet altijd zo voor de hand liggend is. Ondanks dat het het wel is. Leuk hè, zo'n omdraaiing. Hup, einde.